Het blijven woelige tijden voor Rachel Hazes. Ze heeft nu weer ruzie met haar zus Hofland. Daarnaast heeft Els ook nog haar huis te koop gezet. Er is niemand die weet waarom ze dat gedaan heeft. Of is er toch iemand die het weet? Yvonne Cordeweyer zegt wel een idee te hebben. Haar hypotheek loopt bij Rachel en ze vreest voor allerlei rechtszaken. Yvonne zegt dat Rachel Laanels een hypotheek gegeven heeft omdat ze die bij de bank niet kon krijgen. Maar ja, weet je wat het is met narcisten? Ik wou het gisteren bijna alweer typen, maar ik mag van de rechter eigenlijk Rachel ook geen narcist meer noemen, hè? Citeert mediacourant Yvonne in de O. Volgens Yvonne is Rachel niet goed bij haar hoofd. Bij haar thuis zijn de gordijnen dicht. Ja, want zij is paranoia. Zij heeft ook straatvrees. Ja, daarom heeft ze altijd die typers om haar heen. En die ex van Grijp, die soort van woont daar ook bij haar slechts deels, omdat zij dus niet alleen durft te zijn. Ze durft ook niet alleen op straat, daarom had ze ook die zware jongens continu om zich heen om haar te begeleiden, overal naartoe. Die vrouw heeft de gordijnen dicht, om even een beeld te schetsen.